gasten, welkom bij deze nieuwe video hier op Banjotaal. Vandaag wil ik met jullie gaan praten over BOOM! 10 don'ts bij je vriendin. Deze video is eerder gisteren op Banjo Movies online gekomen. En ik heb beloofd de bloopers, outtakes en behind the scenes te gaan uploaden op Banjotaal. Dus klik op deze video om eerst even de video te bekijken. Ik geef je nog 3, 2, 1 seconde en welkom terug op mijn kamer, jongens. Wij gaan allereerst beginnen met een rijtje aan bloopers van de hele video. Ja, die zijn hartstikke leuk om te bekijken, dus kijk lekker mee met de bloopers van deze video. Coole boy, coole swag swag, ja. Holy shit, ik wist niet dat bank! Ja, dit is weer zo'n rijtje. Ik snap wat je bedoelt. Hij loopt. Auto? Ja, ik wou duidelijk maken wat een auto is. Niet dat je denkt dat dat fietser is. Ja. Dat ain't back. Can you hear me? Sorry. Lijlo. Ja? Dit heb ik al zo lang willen doen. En dat was hem. Oké. Okay. Wacht, ik moet eerst iets doen. Oh, Bardo, je gaat toch niet? Even mijn andere zin. Ik ben nu al mijn tekst kwijt. Oh, verdomme, die kan niet eens je veters fatsoenlijk doen. Wacht. Godverdomme, Bardo. Wacht, één keer. Gewoon rustig doen, rustig gaan. Dit wordt Cisa trouwens. Ja, Carrie. Ja, ja. Bardo, mag ik één ding vragen? Bardo, mag die auto uit? Mag die auto uit? Hoeveel hou je van mij? Even kijken. Even kijken hoor. Even kijken hoeveel ik van jou. Dat weet ik niet zeker. Bardo. Ja. Vervolgens zat er nog één ander gênant moment in deze video. Dat was namelijk toen ik Marije zogenaamd ten huwelijk ging vragen. Of nou ja, haar schoenen ging strikken. Toen trok ik ook mijn onderbroek half uit. Kijk eens mee. Ha, veel beter zo. Oh, kut. Nice. Voor de bloopers. Nou ja, vervolgens hebben we natuurlijk ook heel veel extra don'ts gedraaid. Eén daarvan die vond ik zelf eigenlijk te grof om op YouTube te zetten. De ander die was geflopt. En hebben we nog één andere outtake over. En die ga jij nu bekijken. En waarom is deze niet in de video gekomen? Simpel, ik vond dat de grap niet heel duidelijk was. Plus hij is een beetje sloom. Maar toch, kijk en lach mee. Nou, kijk eens aan. Het huisje. Vet, man. Nice. Een hondenbak? Heb je een hond? Ja man. Wat voor een? Een vrouwtje. Hey, ik zit hier, hè? En met zo'n geweldige actrice als Marije en een geweldige acteur als Yuri hadden we natuurlijk nog één laatste scène om te schieten. En die laatste scène, dat was eigenlijk een seksscène. Ja, ik had seks met Yuri, Marije komt binnen. Nou, dat is echt wel een hele grote don't bij je vriendin. Seks hebben met een andere man. Dat is denk ik de allergrootste don't die er bestaat bij je vriendin. En Yuri, die zit natuurlijk op Banjotown. Dus ik heb hier ook even een leuke compilatie gemaakt over de ongemakkelijke seksscène tussen mij en... Yuri, kijk mee. Leg trouwens je shirt dan ook over het bed heen, hè? Ja. Ja? Mag wel toch zonder shirt? Ja, vast vaker. Oh, hoe de fuck kom ik in? Kruipen voor je leven, motherfucker. Ah, nee. Dat heb ik nooit gezegd. Oké, doen we het goed? Ja. Oké, heel goed. Ja, dat is een beetje saai. Je hebt toch ooit wel eens seks gehad? Ja, dat ziet er. Het is echt alles behalve seks hoor. Wat wil je dat we doen dan, Giefka? Als jij op de deks even zo heen en weer gaat met jou. Ja, maar jij moet iets dichter naast elkaar, vrees ik zo. Ja, raak elkaar aan dan. Nee, dit ziet er nep uit. Ja, juist. Dit is. Oh. Oké, wacht nog een keer. Wacht even. Dit is niet wat het lijkt. Nou jongens, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Deze bloopers, outtakes en behind the scenes van Banjo Movies. Willen jullie abonneren op Yuri of Marije? Dat kan, linkje in de beschrijving. Yuri zit nu nog in New York. Volgende maand, ik geloof rond 20 mei, is hij eindelijk weer terug. En zal Yuri ook weer terugzien op Banjotown. Marije is niet van Banjotown. Nee, Marije heeft haar eigen YouTube kanaal. Linkje in de beschrijving. En sowieso, klik hier onderaan in de hoek. Door, nu kan het nog, naar 10 dons bij je vriendin. Geef die video even een groen duimpje en deel die video met al je vrienden. En ja, voor de mensen die Banjotown niet kennen, abonneer vooral ook op Banjotown, want op Banjotown ga ik heel veel bloopers, outtakes en behind the scenes uploaden van de 10 Don'ts serie. Dat wil je natuurlijk niet missen. Bedankt voor het kijken en nogmaals, check de 10 Don'ts bij je vriendin en deel die video met al je vrienden. Wereldheerschappij, dankjewel en ik check jullie later. Banjo!